Van den Moogle is een familiebedrijf sinds 1899 en ondertussen zijn wij uitgegroeid tot een internationaal voedingsbedrijf. Wij hebben 30 productiesites in Europa en een 5000-tal medewerkers. Wij zijn actief in twee business lines, enerzijds de bakkerijproducten en anderzijds de margarines, culinaire oliën en vetten. Van den Moogle heeft een nieuwe duurzaamheidsstrategie gelanceerd, waarbij we 3 doelstellingen voor de komende 5 jaar hebben geformuleerd. Balanced Nutrition, Enhancing Lives and Protecting Nature. Daarnaast hebben we 12 commitments en 1 van deze commitments is klimaatneutraliteit bereiken. Daarom hebben we ons geëngageerd tot Science Based Target initiatief. Klimaatneutraliteit bereik je natuurlijk niet van vandaag op morgen. Wij zien 3 grote uitdagingen. De eerste uitdaging is het verder reduceren van het gebruik van fossiele brandstoffen. Op vandaag hebben wij nog steeds gas nodig voor een aantal productieprocessen, zoals de ovens in onze bakkerijdivisie. Daarnaast is het ook noodzakelijk om draagvlak te gaan creëren bij onze leveranciers bijvoorbeeld, om zo samen aan die scope 3 te kunnen werken. En als allerlaatste is data en rapportering, zowel intern, het verder automatiseren van onze data, als ook extern ons scope 3 data gaan beheren. Op die manier krijgen we een beter inzicht van onze totale carbon footprint. Van den Moogle is ervan overtuigd dat we nu moeten schakelen en niet willen wachten tot klimaatneutraliteit ons wordt opgelegd door een klant, door wetgeving. We zien ook dat andere stakeholders, zoals medewerkers, het cruciaal vinden dat we rond klimaat acties ondernemen. Aangezien Van den Moogle nog geen oplossing heeft voor elke uitdaging, is kennisuitwisseling echt wel cruciaal. Zowel de SHIFT als de Belgian Alliance for Climate Action helpt ons hierin. Zij hebben een faciliterende rol. Zij brengen de juiste partijen bijeen dankzij hun groot netwerk. Daardoor kunnen wij kennis uitwisselen, ideeën opdoen, leren van elkaar. En dit is echt wel cruciaal voor ons en helpt ons vooruit in deze fase. Intussen werken we onze klimaatstrategie steeds verder uit. Sinds 2020 is al onze elektriciteit afkomstig van hernieuwbare bronnen. Daarnaast gaan we ook zelf hernieuwbare energie opwekken. Zo komt onze ultieme doelstelling steeds meer in zicht, een klimaatneutraal bedrijf te worden.